Een verrassing afgelopen zaterdag bij het Goedemorgen Café op MFM. Leni het Hart van de Zeehondencres in Pieter Buren kwam naar Os om Wilma pepers in het zonnetje te zetten. Zij is medewerker van het radioprogramma en zamelt handdoeken in die nodig zijn om jonge zeehondjes warm te houden. Ze, ze heeft het al eerder gedaan en toen had ze er ook al heel veel. Hebben we ook een zeehond naar haar genoemd. En toen ik nu de vraag kreeg, ze is weer bezig en jullie beginnen met een nieuw programma. En toen vroegen ze, nou, dat zou ze fijn vinden. En ik vond het geweldig. Ik zei, kom eraan. Ik ben net terug uit Iran, maar ik was mooi op tijd. Ik kon hem precies meemaken. In Pieterburen worden nog steeds met grote regelmaat aangespoelde zeehondjes binnengebracht. Deze hebben veel zorg en aandacht nodig. Op het moment herbergt de zeehondencrash 177 zeehonden. Ik wil graag die dieren redden, maar daar heb je geld voor nodig. Nou, Dat betalen donateurs in Nederland. Wij zijn echt... Een organisatie die gedragen wordt door het Nederlandse volk. Het Nederlandse volk vindt dit goed dat we dit doen en die geven geld. Maar we hebben ook gewoon dingen in natura nodig. En dat zijn die handdoeken. Dus daarom is Wilma ook zo belangrijk dat zij die handdoeken verzamelt. Leni het Hart vangt al sinds 1971 zieke en verzwakte zeehonden op. De zeehond is op mijn pad gekomen. Ik heb dat op me genomen. En je moet mij ook zien, ik ben de vakbond voor de zeehonden. Ik praat namens de zeehonden, want die kunnen niet praten. En ik kan vertalen wat hun problemen zijn. En dat heb ik gedaan. En dat komt op je weg dat je wetenschappelijk onderzoek moet gaan doen. Dat je alleen met de opvanger het niet redt. Dus wetenschappelijk onderzoek erbij gehaald. We zijn nu een van de beste instituten. wat betreft wetenschappelijk onderzoek in de wereld. Het Goedemorgencafé is elke zaterdag tussen 8 uur en 12 uur. Uur ochtends te horen op MFM. Het radioprogramma is de opvolger van Goedemorgen Bern dat voor kort op Wan FM was te horen. Dat is de lokale omroep van Bernhezen die onlangs samenging met de omroep in Os.